Hoi allemaal, het is tijd voor mijn favorieten van de afgelopen maand, van de maand februari. Het zijn er echt helemaal niet veel dit keer, maar ik wilde ze toch heel graag even met je bespreken. Want anders vergeet ik ze misschien volgende maand en dat zou zonde zijn. Dus we gaan er gewoon lekker snel doorheen. Het zijn er, om precies te zijn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zeg ik het goed? 7. 7. Nou, dat valt eigenlijk nog best wel mee. Laten we maar gewoon beginnen met mijn eerste favoriet en die is voor mijn haar. En dat is deze krultang. Dit is de Babyliss Sublime Touch krultang. En dit is de, staat het ergens op? Deze is in ieder geval 32 mm. Even kijken of het nog ergens een nummertje staat. Nou, ik heb hem besteld bij bol.com. En daar had hij volgens mij, heette die iets van C332 of zoiets. Nou, een hele fijne tang en hij heeft zo'n clipje. Ik heb heel veel krultangen. Het is niet dat ik hem echt heel erg nodig had. Maar mijn favoriete set is de set van Noomi. Zo, ik moest even over nadenken. En dan heb ik een set met verschillende krultangen en een steltang. En dat is echt een fantastisch fijne set. Daar ben ik echt super blij mee. Maar als ik echt haast heb, vind ik het heel fijn om met zo'n clipje te werken. Want dan heb ik gewoon één hand vrij. En dan doe ik eigenlijk gewoon in 4 plukken. Hij staat nu uit hoor. Maar dan doe ik echt in 4 plukken. Of soms in 5, zeg maar, doe ik gewoon zo. Dan sta ik even. Dan kan ik ondertussen nog bij spreken mijn mascara of mijn wenkbrauw of iets met één hand doen. En dan doe ik, nou, deze kan meestal 3 plukken en deze kan 2. En dan ben ik gewoon klaar. En daar vind ik hem gewoon super fijn voor. Ik heb hier volgens mij een tutorial, of een eerste indruk bedoel ik, van opgenomen. En ik denk dat die al online staat, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En anders komt die heel snel online. Maar ik vind hem gewoon heel makkelijk voor even snel woes woes. En die, zeg maar, degene zonder, dit kan je natuurlijk ook zonder klemmetje. Je kan het er ook omwikkelen zonder het klemmetje vast te maken. Maar ik vind dat, ja, ik vind het klepje niet zo'n probleem. Het maakt inderdaad een beetje een knik, maar ik vind het wel meevallen. Het hangt ook heel erg vanaf hoe je je haar eromheen draait. En nou ja, ik ben er in ieder geval heel blij mee. Hij zorgt er voor mij voor dat ik op haastige momenten, ik heb één kleinere versie van Remington. En die vind ik ook heel fijn. Die gebruik ik ook heel vaak. Maar soms wil ik gewoon echt een grove slag. En dan is deze dus heel fijn. En daar heb ik laatst dit bij. De Garnier Fructis Style Densify Volume Mask Maker. Hele mond vol. Dit is voor volume en glans. Dit is een mousse. En deze gebruik ik dus als ik mijn haar gewassen heb. Dan breng ik wat van de mousse aan. En dat doe ik niet altijd. Maar dat doe ik wel als ik mijn haar daarna ga krullen. Want dit zorgt toch net even voor iets meer grip en iets meer, ik heb vrij glad haar van mezelf en dit zorgt ervoor dat het gewoon net even iets beter ja, pakt. En dat is wel heel handig met krullen. En dus ik vind hem eigenlijk heel fijn daarvoor. Ik gebruik hem niet als ik niet van plan ben krullen in mijn haar te maken, dan doe ik het niet. Want dan, ja, dat vind ik weinig toe. Maar voor, zeg maar, extra golf met krullen vind ik hem heel fijn. Dan door naar de make-up. En als eerste deze. Dit is de Maybelline Lasting Drama Gel Eyeliner. En dit is een potje. Een potje met zwarte eyeliner en een kwastje. Deze. En ja, ik vind deze kant dus echt niet heel erg mijn ding. Maar deze kant vind ik wel heel fijn. Een heel dun kwastje. En zoals je misschien wel weet, gebruik ik bijna nooit eyeliner. Maar ik heb hem gebruikt voor mijn carnavalslook van dit jaar. Misschien heb je de tutorial al voorbij zien komen. Maar daar had ik me opgemaakt als kat of tijger of hoe je het dan ook maar wilt noemen. En dit blijft echt zitten als een huis. Ik had het eerst met een andere eyeliner gedaan. Gewoon zo'n pen, zeg maar. Neusje en snorharen en op mijn lip. Maar dat vond ik helemaal niet goed blijven zitten. Maar deze zit echt als een huis. En hij is ook mooi mat. Dus ik dacht, ik doe hem er toch in. Ondanks dat ik hem niet echt vaak als, of niet echt, bijna nooit als eyeliner gebruik. Het zou hier prima mee kunnen. Want het blijft echt zitten als een huis. Ik vond hem echt heel mooi. Dus ik dacht, ik geef hem toch even als tip. Dan een lipproduct en dat is deze. Dit is de Maybelline Vivid Liquid Matte. En ik heb de kleur 05 Nude Flush. Ik heb hem nu ook op, heel lichtjes. Ik heb hem alleen een beetje gedept. En zo vind ik hem eigenlijk het mooist. Super natuurlijk. Voelt heel prettig aan, droogt mijn lippen niet uit. En ja, hij blijft redelijk zitten, niet super lang. Ik had hem echt veel langer verwacht, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar ik heb een hele eerste indruk opgenomen als je benieuwd bent hoe het precies allemaal is met deze. Ik zal hem trouwens eventjes helemaal opbrengen. Dan kan je even een spiegeltje erbij. Dan kan je een beetje zien hoe die eruit ziet als je hem, zeg maar, naar zijn volle talent benut.
Nou, zoals je ziet, nog steeds niet fel of iets. Het is gewoon een mooie matte. Nou, ik vind Nude Flush echt een perfecte naam voor deze kleur ook. En hij is gewoon heel fijn. Hij voelt echt als een soort satijn op je lippen. En ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het gewoon een hele makkelijke, natuurlijke kleur. Ik draag bijna nooit felle kleuren. En dit soort dingen vind ik mooi. Zeker voor met filmen. Of als je een avondje uit. Of weet je, dat soort dingen vind ik het heel mooi om, nou ja, zo'n kleur te dragen. Dus ik ben hier heel blij mee. Ik wil als denk ik in mijn favorieten heb laten zien. Ik denk van de zomer ergens. Maar die heb ik weer helemaal herontdekt. Want soms dan belandt iets onder op een stapel en dan vergeet je het. Maar ik heb hem weer teruggevonden en ik ben er heel blij mee. En dit is mijn eigen samengestelde paletje van Kiko. Ik heb hier... Auw. Ik stoot me eventjes. Ik heb hier verschillende kleuren in zitten. Ik weet niet of ik de kleurnummers zo makkelijk kan zien. Wacht even hoor. Ja. Ik heb een matte kleur en dat is nummer 46. Dat is deze kleur. Een beetje bijna de kleur van mijn nagellak. Ook een hele mooie matte, taupe, mauve-achtige kleur. Dan zo'nzelfde soort kleur, maar dan met glans. En dat is nummertje 05. Een hele mooie glans. En dan meer een beetje een highlighter kleur. En dat is deze. En dat is nummertje 16. En die zitten dan in zo'n doosje. Zit hier een magneetje. En dan klik je ze gewoon op. Ik vind hem echt heel fijn. Ik heb hem nu ook op. Ik moet zeggen dat ik hem al de hele dag op heb. Dus het is misschien niet meer op zijn allermooist. Maar zie je een beetje wat het effect is. Ik vind het heel fijn. Ik heb natuurlijk zelf samengesteld. Dus het zijn helemaal mijn kleuren. Lekker taupe. Ik ben gek op taupe. En ja, ik pak hem weer heel vaak. Ik vind hem bij heel veel looks mooi. En ja, ik draag ze heel graag. En ik combineer ook soms ook de lichte kleur over mijn bewegend ooglid. En dan de matte kleur in mijn arcadeboog. Soms ook alleen maar de glanzende kleur over mijn hele bewegend ooglid en mijn arcadeboog. Ik vind het heel fijn. En ik vind het ook gewoon leuk dat je dat zo samen kan stellen. En dan als laatste alweer. Oh nee, als ene laatste. Deze. Dit is de MAC Mineralized Blush in Warm Soul. En dit schijnt een kleur te zijn die iedereen staat. En in de verpakking vond ik hem nog niet heel erg aanspreken. Maar hij heeft echt een hele mooie... Ik heb hem nu niet op, maar hij heeft een hele mooie glans. Het is een hele peachy bruine kleur. Dus hij is gewoon heel makkelijk overal mee te combineren. Ik weet niet of je hem zo een beetje kan zien. Of het helemaal overkomt. Hele makkelijke kleur. De verkoopster zei dat hij bij iedereen mooi staat. Dat het echt zo'n hele makkelijke kleur is. Dat weet ik niet, want ik heb hem natuurlijk alleen op mezelf getest. Maar ik kan me er zeker iets bij voorstellen. Want het is gewoon een beetje een persikbronzen glow. Ik vind hem heel mooi. En ik heb hem nog niet uitgepakt. Maar wat ik laatst ook bij MAC kocht is deze. En dit is mijn MAC 217. Nou heb ik een MAC 217. Maar ik moet zeggen, ik heb hem nu... Nou, hoe lang zal ik hem hebben? Nou, echt jaren. En ik merk dat hij een beetje stugger begint te worden. En dat vind ik op zich niet erg, want daar kan ik nog steeds heel veel mee doen. Maar voor het echte hele mooie subtiele blenden, daar vind ik het wel fijn voor als ik weer een verse heb. Dus nou, ik ga hem even... Het is gewoon een hele mooie... Maar ik heb ook het gevoel dat ze iets steviger zijn geworden in mijn beleving. Ik weet het niet hoor, misschien heb ik het helemaal mis. Maar het is een hele mooie, zachte blending kwast van MAC. Het is een van de bekendste, volgens mij, blending kwasten die er is. En dat is het. Dat zijn al mijn favorieten van de afgelopen maand. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd naar jouw favorieten van de afgelopen maand. Heb je nog leuke tips? Laat ze vooral hieronder weten. En dan wil ik je weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het geweldig vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal Blondie Beauty Fashion. En ja, ik zie jullie snel. Doeg!